Een aantal inwoners van Wijchen heeft hun zienswijze ingediend op het project tussen Kasteel en Wijchensmeer. Inwoners overhandigden woensdagmiddag daarom versierde verhuisdozen aan wethouder Geert Gerrits. Dit is symbolisch bedoeld om zichtbaarheid te geven aan hun protest. Inwoner Rob Jansen legt uit waarom de omwonenden van het meer het niet eens zijn met de plannen van de gemeente. De bouwplannen van dit gebied zijn dat er hier aan en op het meer bebouwingen plaatsvindt met twee functies. Het zij een horecafunctie, het zij een recreatiefunctie. En dat zijn de plannen. Er is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt tussen Kasteel en het Wijchensmeer. En dat ontwerpbestemmingsplan ligt nu voor het commentaar aan de Wijchense bevolking. De Wijchense bevolking mochten, want het is nu de laatste dag, van 2 mei tot 12 juni daar een reactie op geven in de vorm van zienswijze. Wat vinden wij met z'n allen ervan? Nou, dat hebben we gedaan. Wij hebben er iets van gevonden. Ik weet zeker dat er zo'n kleine 500 handtekeningen zijn verzameld. Want ik zelf gezien. Die zijn langs mij gegaan en die zijn ingeleverd door de roergangers. En we hebben ze met een stapeltje ingeleverd bij het gemeentehuis. Maar er zijn er ook individuen, die hebben gewoon gezegd, wij dienen zelf een zienswijze in. En die hebben in de brievenbus gestopt van het gemeentehuis. En daar hebben wij geen inzicht in. Wij weten niet hoeveel en wie dat geweest zijn. Maar we denken, we schatten in toch wel een kleine 75, 70. En als we die bij elkaar optellen, dan zitten we al ruim op de 500. Zeg maar begin 600. Ik hoop dat de mensen met hun lijfelijke aanwezigheid ook bij Geert Gerrits iets duidelijk maken. Joh, maak er hier een groene bestemming van. Alstublieft. Overtuig je collega BMW's, overtuig je gemeenteraad, in ieder geval kernachtig Wijchen ervan, dat we proberen hier samen een mooi groen Wijchen te behouden. Wethouder Gerrits wilde niet op camera reageren, maar laat wel weten dat alle zienswijzen worden bekeken. In september wordt er een definitief plan gekozen. Gerrits hoopt dat iedereen dan tevreden zal zijn.